In Gent organiseerde Short Track Club Kristallijn dit weekend al voor de 32e keer een internationaal paastoernooi. Verspreid over 2 dagen kwamen daar ongeveer 100 snelschaatsers uit 7 landen op af. Wij trokken vanmiddag naar de Kristallijn, want dan stonden de finales op het programma. In de finale op de 1500 meter zien we Jens Almeij uit Eeklo steeds vooraan schaatsen. De 15-jarige atleet werd 3 weken geleden tweede op het EK in Roemenië. Nog 4 jaar te gaan bij de junioren en dan maakt hij de grote overstap naar de senioren. Voor velen is hij de opvolger van Simon van Vossen, maar hij blijft nuchter. Voorlopig heb ik weinig druk op mijn schouders. Ik doe alles voor het plezier nog voorlopig. Ik ga ook al naar grotere wedstrijden en probeer steeds groter en groter te gaan. We zien wel over een paar jaar. Hij wint voor de Bruggeling Rino van Horen en begint binnenkort aan zijn wielervoorbereiding.